wat ik hem heel erg zou gunnen, is wat we eigenlijk allemaal gehad hebben. Dat is dat je een hele leuke basisschooltijd hebt. Het verhaal van de inmiddels 7-jarige hoogbegaafde Dwayne, die maar geen passende onderwijsplek kan vinden, doet veel stof opwaaien. Hij is namelijk niet het enige hoogbegaafde kind dat met dit probleem te maken heeft. In het geval van Dwayne volgden er gesprekken met de armste wethouder van onderwijs en de minister beloofde extra geld. Maar toch is er een klein jaar later vrijwel niets veranderd aan zijn situatie. Dwayne gaat daarom nog steeds naar de Biotoop, een Arnhemse zorginstelling waar hoogbegaafde kinderen tot rust kunnen komen. Hij voelt zich daar prettig, maar een school is het niet. Zou je niet liever ook naar school gaan? Ja, mijn andere kinderen op Biotoop die zitten er nu 3 jaar en ik zit er nog niet eens 2 jaar. Alle scholen zeggen nee. Dus zelfs bij de meeste kom je niet eens, word je verder niet meer uitgenodigd. Of bij 1 zijn we uitgenodigd geweest en kregen we een afwijzing via de mail. Wat ik hem heel erg zou gunnen is wat we eigenlijk allemaal gehad hebben. Dat is dat je een hele leuke basisschooltijd hebt. Het gaat erom dat deze wethouder van onderwijs het uitermate belangrijk onderwerp vindt. En de urgentie ook elke dag voel. Vandaar ook dat ik in gesprek ga met de ouders. Vandaar dat ik naar Biotoop ben gegaan. Vandaar ook dat ik met die onderwijsbestuurders in gesprek ben en blijf. Is er echt iets veranderd? Voor Dwayne niet. Het krijgt wel heel veel aandacht. Dat is, ik denk, de winst ook van de afgelopen jaar. Het is veel hoger op de politieke agenda gekomen. Dat is niet de oplossing, maar het is in ieder geval een stap naar een oplossing. En daar heb ik ook echt vertrouwen in. Dat ze allemaal heel hard aan het werk zijn. Uiteindelijk betaalt hij wel een prijs en met hem nog heel veel andere kinderen. Passendwijs, dat verantwoordelijk is voor passend onderwijs in de regio, wil niet reageren op vragen van Omroep Gelderland. Voor Dwayne is er ondertussen eigenlijk maar 1 ding belangrijk. Kinderen zich fijn voelen.